De winnaar tot 10 euro bij de witte wijnen. Weer een wijn uit Duitsland. Dit keer niet van Riesling, van Weissburgunder. Ja. Wat ook natuurlijk wel eens mooi is. Nou, je ziet dat de Burgunders in dat deel van Duitsland het waanzinnig goed doen eigenlijk. Hè. Ze nemen het bijna een beetje over van de Elzas of andere streken. Misschien door de klimaatverandering. Maar het valt op dat de Burgunders echt goed scoren op het ogenblik. En de Duitsers weten het ook in een hele frisse, sappige stijl te maken. Hè. Dit is aan de ene kant heel primair, hè, met dat perenfruit. Maar ook goede zuren. Het is niet melig of weeg. Nee. Het blijft heel mooi fris. Heerlijke frisse Pinot Blanc. En Pinot Blanc heeft het ook nodig. Anders wordt het flauw en slap. En dat is zeker. Dit is natuurlijk voor 8,95 is dit. Ja, ongelooflijk. Ook weer uit het zuiden van Rhijnessen. Ja. Dus weer hetzelfde gebied eigenlijk als Battenveld Spanje. Heel mooi. En de importeur? Importeur Le Généreux 8,95. En wat koop je? Geweldig.